Welkom op de 10e editie van het Nederlands Theaterfestival. Ik geef het woord aan juryvoorzitter van de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs, Maarten Verhoef. Dames en heren, de 7 genomineerden voor de BNG Theaterprijs 2015 vormen een even getalenteerde als diverse groep theatermakers. Opvallend dit jaar was het grote aanbod aan interdisciplinaire projecten. Het werken met en het denken vanuit verschillende disciplines is een vanzelfsprekendheid geworden. De BNG Jonge Theatermakersprijs gaat naar Boch voor de voorstelling Men. Dan nu het woord aan de juryvoorzitter van de Nederlandse Theaterprijzen. Hier is hij, Boris van der Ham. Het is al gezegd, de functie van voorzitter van de toneeljury mag je maar 2 jaar hebben. En die 2 jaar zit er nu op. Dus nou moet ik daar afscheid van nemen. Na 1,5 week zwaai ik dus ook af. Maar wat een fantastische ervaring was dit. De rijkdom van wat het Nederlands toneel te brengen heeft is ongekend. En dat moeten we vooral ook zelf vaak zeggen. Want als je jezelf niet kietelt, lach je nooit. Maar op zich is de vraag over hoe je selecteert en wat belangwekkend theater is natuurlijk altijd interessant te stellen en ook telkens weer te herijken. En na zoveel toneelvoorstellingen gezien te hebben de afgelopen 2 jaar, is voor mij persoonlijk de check of een voorstelling een pretentie heeft. Het is soms een beetje een besmet begrip, pretentie. Maar waarom eigenlijk? Ik heb het altijd erg vreemd gevonden dat sommige mensen pretentieloosheid als een aanbeveling voor hun voorstelling zien. Mijn voorstelling is zo lekker pretentieloos. Ja, als iemand dat zegt, denk ik, ja, dat hoeft dus ook niet te gaan. Wat je pretendeert, mag verschillen. Bijvoorbeeld dat je de pretentie hebt om heel grappig te zijn. Of mensen de hele avond te laten lachen. Of ik ga u ontroeren. Ik heb de pretentie dat ik u op een ander been ga zetten, u tegenspreek, u verras. En vervolgens gaan we dan als publiek meemaken of de pretentie waar wordt gemaakt. En dan kan een komedie slagen of falen. Ook de pretentie om een maatschappelijk kritisch stuk te maken kan lukken, maar ook verzanden in tweedehands engagement of onuitstaanbaar poesiealbum-idealisme. Een voorstelling moet een pretentie hebben. En die pretentie moet vervolgens ook waargemaakt worden. En die voorstellingen, dames en heren, vallen op. En een aantal van die voorstellingen waren in de ogen van de toneeljury ook nog zo gelukt dat ze hier extra opvielen en belangwekkend waren. En dat heeft geleid tot de selectie die onder andere te zien is op dit festival. Dames en heren, 7 van de voorstellingen die we hebben geselecteerd zijn nieuwe toneelsteksten die de actualiteit opzoeken. En we zien dat het publiek een grote honger heeft naar juist die voorstellingen. Het theater als tijdelijke gemeenschap waar je een paar uur kijkt naar een verdichting van jezelf en je omgeving blijkt dan nog steeds een ongekend krachtige kunstvorm. Ik wens u veel betekenisvolle zinnen toe. Pretentie. Dank u wel. Dan nu, de staat van het theater. Eerder stonden hier onder andere Ivo van Hoven, Joop van den Ende, Ronald Plasterk, Jet Bussemaker. Maar nu is de eer aan Ola Maffelani, regisseur en sinds 2009 artistiek en algemeen directeur van het Noord-Nederlands Toneel. Geef haar een heel warm welkom. Wij leven in een tijd waarin kunst aan zoveel belangrijke normen moet voldoen dat de kans groot is dat aanvragen, puntensystemen, publieksgetallen vooruitgecalculeerd, marketingprogrammeurs en speelbeurten de inhoud vormen. Wij raken kwijt dat de sterke fantasie die uit een roeping voortkomt, risico's neemt. Het risico van invloed. Scenario-schrijver van Borgen, Edam Priese, zei tegen mij: de ellende is dat de mensen met visioenen, zoals bijvoorbeeld kunstenaars, geen macht willen. Maar zonder macht geen invloed. Een paar dagen geleden zei de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarsky, tegen mij, toen hij zelf op Lampedusa was. En op Lampedusa, Mark Rutte op de tv en nota bene op Al Jazeera. Hij was op Lampedusa, tussen alle mensen en alle lijken, zag hij Mark Rutte op Al Jazeera antwoorden op de vraag wat Nederland van plan is te doen in Lampedusa. Eduard Nazarsky zag Rutte zeggen als antwoord: The Netherlands,
Last time I checked, Libya was in Africa. En Eduard Nazarsky. Zeg maar, jij bent mij en ik ben Eduard Nazarsky. En zij schreeuwde best op de zender. Dit is jouw premier! Ik vroeg hem, Eduard, wat te doen. En hij zei, de publieke opinie bepaalt wat de politiek doet, beïnvloedt die. Nu is exact de tijd aangebroken. Aangebroken om politici te vragen hun verantwoording te nemen voor hun maatschappij. Laten wij invloed willen. Wat is de taak van theater? Invloed nemen. Het geweten zijn. Laten voelen dat wij in onze individuele eenzaamheid die de samenleving hult, dat wij het delen en de schoonheid van het delen verleerd zijn. Delen de plek, de tafel, het podium deze avond. Vanavond delen met mensen die hier niet eens durven te komen. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Word ik in gelijke gevallen gelijk behandeld als een vluchteling. De waarde van een mens is onaantastbaar. En kunstenaars krijgen nu de plicht te herinneren aan de meest simpele rechten. Waarom? Omdat de hersenen van de mens zo goed zijn in gedachten, argumenten en redenen te verzamelen waarom wij ons wetend deel niet kunnen nakomen. Maar dat zijn waanbeelden van de hersenen, dat is fantasie. Wij weten, de simpele rechten komen wij niet na. Theater moet weer een noodzakelijke plek worden waar mensen samenkomen. Laten we ophouden animateurs te zijn voor wat publiek volgens veel programmeurs navraagt. Dierbare directeuren van theaters, help ons de publieke opinie te betoveren. Vraag ons niet die mooie titel, maar sta bij de ingang en ken je publiek. Niet door marketingonderzoek, maar door persoonlijke binding. Span met ons samen om de trotse, wonderbaarlijke tegenstem te zijn. Wij kunnen het leven geen tijd geven. Maar wij kunnen de tijd het leven geven. Hier, in deze gebouwen en graag ook buiten. Wij zijn machtig, want wij creëren wat nog niet bestaat. Wij moeten alles op het spel durven te zetten om de naam kunstenaar weer eer aan te doen, invloed willen. Ik zoek ernaar dat we ophouden met beweren dat dingen nou eenmaal gebeuren. Ja, zij gebeuren. Het verleden en het nu is statisch, accepteer dat. Maar het volgende moment en dat daarna en dat daarna en dan nu daarna en morgen en overmorgen en dan weer. Dat overmorgen is in onze creatieve. Wij kunnen de tijd het leven geven. Al 7 weken verbazen we ons over Fort Europa. Wat is er aan de hand? Ik vroeg Amnesty International om een wetswijziging te motiveren. Nadat ik Dimitri Verhulst of Paul Witteman hoorde vragen, waarom kun je asiel aanvragen omdat je anders sterft door een kogel, maar niet omdat je sterft van de honger? Ik snap het niet. Toen ik 16 was niet. En nu nog steeds niet. Mijn hersenen, intelligent, die snappen het wel. Die snappen het. Ik kan het allemaal begrijpen. Ik niet. Waarom als daar een oorlog heerst en zij drummen aan onze poorten, doen wij die niet open? Waarom mag dan iemand vandaar die anders sterft van de honger hier geen asiel aanvragen? Ik wil een wetswijziging, want de wereld wijzigde de norm. Bij Amnesty zeiden ze, dat krijg je dan niet doorheen. Dat zijn er te vele. Ja? En waarom zijn het velen? En dan horen wij
hun verhalen. Want anders kunnen wij het helemaal niet vatten. Beseffen we dat alle rijkdom die wij hier hebben, zijn geleend. Dat het niet ons eigendom is en dat het schier onmogelijk is om iets kwijt te raken wat nooit van jou was. Ik begreep dat een vluchteling op de boot stapte omdat hij van de Tweede Wereldoorlog hoorde. Hij zei, ik kom jullie helpen bouwen, daarom ben ik hier. Jullie hebben iets verschrikkelijks meegemaakt. Met heel mijn fantasie kan ik de verhalen van het leven niet bedenken. Waarom mag deze man hier niet zijn? Als wij niet meer kunstenaars luidzacht, zingend, fluisterend, schilderend, dansend, maar vooral glashelder opkomen voor de fundamentele rechten van de mens, houden wij ons niet aan artikel 1 van het wetboek van de kunstenaar. Wat is de staat van het theater? Wij meten die aan de aanwezigheid van onze reactie op de staat van de planeet. En dat wat je nu voelt, wat je nu bent, dan moet je morgen weer worden. For tomorrow is ours.